het beste van het beste, althans. Ja, of dat ze iets extra's hebben wat anderen misschien niet hebben. Dat is tenminste wat we ervan verwachten. Inderdaad. Dus we zijn heel benieuwd. Weet u nog hoe het komt? Via een website. Zo, via een website zeg. Ja, ik vind altijd die prachtige verhalen achter zo'n object. Dus de zilver is zonder onze toestemming naar de tattoo shop geweest. Dus gisteravond even uit eten. Die avond is even wat anders verlopen. Eerste hulp verleend. We kunnen wel zeggen dat Sergio en Linda iemands leven gered hebben. Als er niks gedaan was, dan had hij het niet gered. Donker, 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 donker. Hij is er. Zo. We zijn weer een paar dagen naar Plopsaland. Het is nog steeds vakantie voor ons. Nog steeds vakantie. Ja. We zijn druk in de weer geweest vandaag. Fiets weggebracht. Planken opgehaald voor Jessie zijn bureau. Daar hoop ik morgen aan te kunnen beginnen. En we zijn al een tijdje niet meer echt sushi gaan eten. Dus ik dacht... Even sushi eten. Inderdaad, dat dacht ik. En toen was ik dus gaan zoeken. We vergeten altijd waar we geweest zijn. Ja, echt, en hè? Dan was het een en ander dicht, ook want het is maandag. Nu vond ik iets dat heet Tayo. Dat is in, waar zijn we? Leidschendam. Ja. Vlakbij de Mall of the Netherlands. En dat heet Premium All You Can Eat. Premium. Dat betekent... het beste van het beste, althans. Ja, of dat ze iets extra's hebben wat anderen misschien niet hebben. Dat is tenminste wat we ervan verwachten. Inderdaad. Dus we zijn heel benieuwd. Het is wat duurder dan tot nu toe de normale all you can eat, zullen we maar zeggen. Voor de volwassenen. Voor de volwassenen. Voor jou daarentegen, 12,50. Ja. Voor ons 43. 43 nog wat. Maar daarentegen inderdaad, voor de kinderen is het maar 12,50. Ja. En normaal gesproken betaal je er ook gewoon 20 ook euro voor. Die ik ken. Ik heb geen idee, wie weet. Net als toen we Stan zagen. Nou, dat was toevallig, hè? Ja. Dus we gaan het gewoon proberen. De kaart zag er lekker uit. We hebben gereserveerd. Dus laten we maar naar binnen gaan. Nou, Tayo. We zijn weer thuis. Ja, we hebben heerlijk gegeten. Leuk dat u hier bent vanavond tussen Kunst en Kitsch. En we hebben hier dit prachtig exemplaar. Hoe lang heeft u het al in bezit? Toch zeker wel 5 minuten. Zo, ja, 5 minuten al. Ja, dan denk je op een gegeven moment kom je het weer tegen. Hè? En dan denk je van, wat moet ik ermee? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Weet u nog hoe het komt? Via een website. Zo, via een website zeg. Ja, ik vind altijd die prachtige verhalen achter zo'n object. Hè, hoe je er dan aankomt via een website. Dat je er al 5 minuten in bezit hebt. Ja, wat me meteen opvalt zijn de prachtige lange stroken hier onderin. Hè, de prachtige dame die in die tijd ook zeer gewild was. Zo aan de rand van het zwembad. Al... half nakend aan het blauwe water. Hieronder een prachtige drol. Sorry, hoed. Dat is een hoed.
Ja, echt mooie, diepe, groene kleuren. Dit zal ongetwijfeld een prachtig stil leven zijn geweest ergens in het zuiden van Griekenland. 40 graden plus, hier hangt de thermometer. Sorry, dat is een lamp. Dat is een lamp. Ja, schitterend. Nee, nou ja, er staat geen handtekening onder, dus ik denk dat het van moet zijn. En nee, ik schat de waarde toch zeker wel op zijn tussen de 4 en de 12, ongeveer. Dus ik denk dat u er heel blij mee kunt zijn. Ja. Dat ben ik ook zeker weten. Ja. Ja. Nou, waar zou u hem hangen? Niet? Alsjeblieft. Zo! Oh. Oh. Nou, ik ben hier dus heel blij mee. Want ik wilde al hele tijd iets nog boven het toilet in de badkamer. Is er een originele aquarel van? Ik heb eigenlijk geen idee. Ali. Waarschijnlijk van Ali, ja. En, ik vind hem wel leuk. De lijst is duurder dan de poster. Kan je nagaan. Ja, want die kan er niet in mee. Maar, leuk speel. Even kijken? Leuk speel hoeft niet duur te zijn. Zeker. Helemaal mee eens. Kom. Zo, kijk hem eens staan dan. Helemaal leuk. Het is gewoon cutie. En misschien is gewoon laten staan ook wel leuk. Gewoon laten staan? Oh ja, ja. Dat kan ook. Nee, logisch met Jessie. Gewoon. Ja, nou, dat staat er gewoon mee. Ja, ik kan hem ook ophangen. Kan ook. Ja, staan, hangen. Ja, het kan allebei. Weet je wat? Laten we hem eerst staan. Ja. Kijk hoe lang het duurt. En over een tijdje hangen we hem op. Ja. Of we gooien hem weg als die is gevallen. Nee. Nee, maar dit is toch. Nee, dat is ook zo. Dat is geen glas. Kwestie van een nieuwe lijst. Dus, Ja. Helemaal leuk. Superleuk. Past helemaal bij het spa. Wellness. Bij de wellness. Yeah. Ja, zo, helemaal. Hoi. Dat past nog iets van vandaag. Nee, nog meer binnengekomen. Oh jee. Lijkt wel kerst. Nou, wat heeft u nog meer dan? Nou, ik ben al de hele tijd dat ik denk, ik wil zo'n geurbrander. Ja. Want jij weet dat ik van geurtjes hou. En branders. Lekkere geurtjes. Ik wil gewoon dat het huis lekker ruikt. En ons kleding. Mm-hmm. En dat vind ik gewoon belangrijk. Ja. Dus nu waren we natuurlijk in eerste instantie bij de Intratuin voor een uitverkoop. En toen dacht ik, nou, potjantosie ga ik het doen. Maar daar hebben we wel lekkere geuren gekozen. Gewoon Every Cloud en Soft Cotton. Mm-hmm. Ja. Gewoon voor het eerst om even te proberen. En die ruikt lekker. Maar de geurbrander zelf, die schijnt dus ook heel goed te zijn voor tegen allergieën en zo. En ja. Dat werd vroeger gebruikt in ziekenhuizen. Ja. The real air purifier. Ja, en ze hebben een hele mooie cosmetisch is het ook heel mooi. Nou, dat moet ik wel zeggen. Ik vond ze wel heel mooi. Ja. Alleen, hetgeen wat ik echt mooi vond en de grootte daarvan, die hadden ze niet. Dus dan hebben we die later gekocht en die is nu binnen. Ik heb er van Ashley & Burwood gekozen. No spon. Maar gewoon mooi. Kijk nou. Wat een beauty. Ja, is wel mooi. Ja, ik wilde dan wel gelijk groter. Ik ben dan altijd wel van, dan moet het wel gelijk goed, hè? Dus, het past wel een beetje bij ons stijl. Ook deze zit vast, blijkbaar. Sergio die heeft even met grof geweld de dop losgetrokken. Gepast geweld. Ook een hele mooie dop erop. Ja. Kijk nou. Handcrafted. Nou, helemaal leuk. Helemaal leuk. En het zou dus zo moeten werken dat er een lont in zit. Ja. En tada. En een vuursteen. Dus je doet het erin en dan moet je geloof ik. Ja, je moet hem vullen. Je moet hem vullen, dan moet je hem even 20 laten, tot 30 minuten laten trekken in dat spul, die lont. Inderdaad, dan steek je hem de vuursteen aan. Ja. En dan na drie minuten uitblazen. En blazen hem daarna uit en dan zou gewoon. En dan die dop erop.
het helemaal, helemaal hemels moeten ruiken. Nou, we gaan het gewoon uitproberen. Gewoon uitproberen. Wat ga je er eerst in doen? Ja, wat zullen we als eerst doen, schat? Nee, zeg het maar. Heb je er ook een trechtertje bij? Dacht het wel. Dat zou je wel verwachten, maar ik weet niet of die daar standaard bij zit. Nou, dat kwam wel voorbij in dat reclamevideootje daar in de Intratuin. Ja, maar die hebben ze, die stukken blijkt er niet bij. Nou, dat is weer stom. Dat is dan weer. Maar we hebben wel een trechter, dus dat is het probleem. Wat ga je eerst doen? Ja, zeg maar. Soft Cotton of de Every Cloud? Nou, doe maar de Every Cloud dan. Oké, okay, dan. Okay. Ik heb ook geen idee of die dan helemaal vol moet. Ja, gewoon erin. Maakt niet uit. Nou, het flesje is gevuld. En dan moet je hem er gewoon inhangen. Ja, gewoon even inhangen. Ja, 20 tot 30 minuten moet je hem er even in laten hangen gewoon. Oké. Oké. Vind ik wat lang, maar... Het is pas 10:30. Oh, dan komt het wel goed. Nog lange tijd. Nou. Nou, we hangen hem er even in, ja. Zo. Ben je klaar met Lont? Ja, dan... Dan hang ik hem er even in. Nou, laten we het doen, hè? Oké, tot over een half uur. Tot over een half uur. Zo, nadat de mannen 3x3 basketballen even goud winnen, gaan wij hier voor goud. Steek hem maar aan. Nou, dat gaat lekker. Zit er nog in? Ja, zit er nog in. Hij blijft aan één kant? Ja, ik moet eventjes, hij wordt al groter. Oké. Okay. Nou, dan moeten we dus even 3 minuutjes of zo aan laten staan. Moet ik hier nou 3 minuten blijven staan? Nee hoor. Oh. Na 3 minuutjes blazen we hem uit. En dan kan de mooie dop er weer op. 3 minutes later. 3 minutes later. Nou. Blow it! Nee, maar of dit... Oh, dat ging vrij makkelijk. Nou, top erop. Dit schijnt bloedje heet te zijn, dus voorzichtig top erop. Ik ruik nog niks. Ik wel. Ja? Zeker wel. Oh, nu komt hij. Ja. Oké. Okay. Ja. Vul mijn huis met geur, come on. Ja, nee, ik ruik hem wel. Ik ruik hem zeker ben benieuwd. Nou. Later. Later. Het is warm vandaag. Wat hebben we als laatste opgenomen? Weet ik niet. Gisteren op, ja. Ben jij een beetje bijgekomen van de sushi gisteren? Ja. Ja? Jawel. En jij? Nou, ik heb er wel even op het toilet gezeten vanmorgen. Vond wel heel lekker. Het was heerlijk. Ja. Ja. Zeker. We hebben er wel weer eentje bij, denk ik. Tayo. 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 Ja. Ja, was lekker. Zeker. Vandaag is het Jessie naar oma dag. En heel erg lekker warm buiten. Dus ik vind het een mooie dag om een beetje buiten te zijn. En een beetje binnen en een beetje klussen. En we hebben... hard gewerkt weer op de computers en gevlogd en alle foto's en video's. Want mijn god, of was dat een chaos. Dat natuurlijk alles kapot was en computer is gemaakt. Daar zijn alle beelden van weg. En dat stond allemaal op een cloud hier en een MyCloud daar en OneDrive. OneDrive hier en OneDrive jij was daar. Aan het editen op de Mac, op de laptop zeg maar. En ik wilde dan verder gaan op de iMac en mijn hemel. Dus volgens mij ja, was wat beelden kwijt. En dan hebben we toch alles voor elkaar weten te krijgen dat we alles op één... toch nog op één map hebben gegooid. En toen, als het goed is, hebben we nu alle beelden gevonden. Ja. He? Ik hoop het. Dat okay. Het zo nog, maar ik ga er zo mee verder. Dus omdat we daar zo hard aan gewerkt hebben en gestrest hebben en echt gewoon, weet je wel, een beetje nou, best wel emotioneel over, toch? Hebben we wel een ijskoffie verdiend. Ja. Dus die heb ik eergisteren gemaakt. We hebben lekker een goede espresso gezet. Slagroom erbij gedaan, gekust ijs, een beetje agavesiroop, een beetje kaneel en erythritol. We zijn begonnen alweer, hè? We hebben vakantie, hebben we lekker genoten.
En nou gaan we lekker genieten. Maar wat verantwoordelijker. Zeg je dat? Meer verantwoord. Ja. En dit is ons mooie Ninja. Het bakje is vol. En het wordt een ja, frappé eigenlijk, hè? Een frappé. Een frappé. Ja, zeker, een frappé. Met, nou ja. Uit hadden geblazen, kwam alles zo helemaal lekker de kamer in. Toch? Ja. Ik denk dat de koffie, de ijskoffie klaar is. Hij is niet zachtjes. Nee. Hè? Ik bedoel, bij je moet bijna gehoorbescherming dragen, maar... Ja, daar ben jij dan weer voor, om mij daarop te attenderen. Het lid. Oh, dat is te vroeg. Deze moet ik eerst hebben. Nou, ik ben benieuwd of die een beetje creamy genoeg is. Een beetje vloeibaar genoeg. Oh. Het ziet er wel lekker uit. Ik denk het ook wel, ja. Mmm. Dus eventjes... even proeven. Ik geef jou een verapplaus. Nou. Ik zie ook wat vloeibaar, hè. Dat is goed. Hij mist nog wat. De ene manier, die eerste die ik toen had gemaakt, die was echt het allerlekkerste. Die was het allerlekkerst. Maar ja, jij schrijft nooit wat op, dus dat is echt... Dus die eerste was gewoon het allerlekkerste. Waarom moet je altijd mijn minpunten zo benadrukken? Zeer. Even dat mes uit mijn rug halen. Maar wat mis je dan nu? Want je kan nog steeds er wel wat in doen. Ja, dat doe ik ook. Oké. Okay. Ik denk dat hij nu een beetje, ja, dat vind jij misschien wel lekker juist, maar... Het is slagroomachtig. Ja, maar ik denk dat jij dat wel lekker vindt. Maar ik vind hem inderdaad een beetje te... Flauw. Te, ja, het is te creamy. Het is te... Ja, ik kan het niet goed... Zoals je merkt, kan ik merk het inderdaad. Brengen. Ja, ik merk het. Merk je het? Ja. Nou, hier, alsjeblieft dan. Nee. Hoezo niet? Nee, ik wil de goeie. Nee, want hier zit heel veel koffie, hier zit minder koffie bij. Dus ik denk dat jij die lekker vindt, lekkerder vindt. Oh ja, ik vind hem lekker, inderdaad. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Proost. Cheers! Zo, a little bit into the project. Ik heb grote kast, kleine kastproject. Alles een beetje voer, boren, gaatjes, duveltjes, schroefjes, dat soort dingen. Alles ligt klaar. Ja, het is bijna een IKEA bouwpakket. Hopelijk heb ik alles goed afgemeten. En gaan we nu alles in elkaar zetten. Ik ben zo benieuwd. Ja, maar je krijgt er nog een kastje bij, schat. Die komt hier. Dus we moeten zorgen dat we verschillende formaat dingen erin kwijt kunnen. Snap je? Dus het idee is nu, kijk, want het is gewoon meer in de voet, hè? Dat je nog iets meer hier... Ben je er toch al gauw de hele dag mee bezig? Dat is het kastje nu. Heel wat maten aangepast, omdat René dat graag wilde. En waar hard gewerkt wordt, moet ook lekker gegeten worden. En laat mijn vrouw nou eens gewoon een fantastische kok zijn. Die kan dat gewoon. Wat heb je gemaakt, schat? Wat heb je gemaakt? Een bavet. Bavetje? Jazeker. Zo. Met lekkere champignons en uitjes en knoflook. Wokgroenten. Ja, ja. En salade. Lekker. Ja, ik zei ik eet zo wel, maar ik schrijf toch maar even aan. Doe maar. Kun je mij helpen, Jesse? Ja. Laatste plank van het eerste deel. Ja. Kom op, gaan we even draaien.
Kijk eens. Even wachten, Jess, met drukken. Zitten we allemaal in de gaatjes? Ja. Voor mij dan. Oké, waar is die hamer? Nu wordt het wat spannender, zie ik. Waar is die hamer? Even wachten, schat. We hebben de hamer nodig. Die zit erin, maar laat papa er maar. Even wachten. Ja, ik zwaar hem op. Ah, nee, wacht even. Oh, rustig. Hier eerst. Dat ziet er toch fantastisch uit, Jessie. Hè? Zelfs nog voor meegeholpen. Jazeker, heb jij meegeholpen. Dan komt er nog een ander deeltje naast. En dan gaan we hem nog verven. En dan komt er nog een bureaublad over. Ja. Helemaal leuk. Leuk, hè? Helemaal leuk. Vind je er zelf van, Jessie? Wat vind je er zelf van, vraag mama. Mooi. Ja? En wat voor kleur moest die worden? Roze. Oké. Okay. Maar nog andere dingetjes dan? Geen andere. Oh, gewoon roze alleen. Oké. Okay. Oké, dit kan er ook nog bij. Er worden nog laadjes gemaakt, Jessie. Maar ik wil dit nog zo hebben. Dan valt er niks hier zo naar beneden. Ja, maar die komt tegen de muur aan die kant. Oh nee, dat is niet waar. Dan kunnen we daarna nog bekijken, maar er komt nog een blad op. Ja, maar slecht idee. Dit wil ik gewoon echt wel. Goede input, Jessie Silver. Gaan we meenemen in ons overleg. Ik ga dit zo... Ik wil in het MDO. Ja. Ik wil dat echt gewoon zo hebben. Ja. Een hele goede morgen. Ik ga het vandaag wel proberen. Ik zit namelijk een beetje te hamsen met mijn haar. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk weer helemaal mijn haar terug zoals het was. Het is inmiddels echt alweer heel lang. We zijn nu, laten we zeggen, 3 jaartjes verder. En mijn haar is eigenlijk weer zo goed als waar het is geweest. Misschien iets korter. Maar het heeft dus ook weer helemaal de structuur terug. En voor de mensen die mij gevolgd hebben tijdens mijn borstkankerziekte traject... Die weten ook hoe mijn haar is gegroeid. Van biljartbal kaal naar de oude mannenkrans. Naar een klein laagje, een klein kuifje. Toen werden het allemaal hele kleine krulletjes. En die krullen die bleven komen. Totdat ik op een gegeven moment gewoon echt letterlijk een afro-kapsel had. Ik moet zeggen, vond ik eigenlijk wel leuk. Naarmate het langer werd, ging het natuurlijk uitzakken. En dat is zoals eigenlijk altijd bij mij is geweest. De bovenkant is dan vrij, ja, dit dus. En hieronder krulletjes, pijpenkrulletjes. En dat heb ik dus altijd al gehad. Ik ga niet zeuren over de structuur van mijn haar, want ik heb gemerkt toen ik eigenlijk het haar een beetje had gekregen via de pruik waar ik naar verlangde. Met die mooie, lange haren, soepel, glanzend. Nou, daar blijft dus helemaal niks in zitten, hè. Dat vond ik me toch irritant. Terwijl als ik dit doe, dan huppakee, blijft het in principe gewoon zitten. Dus je kan daar veel mee. Maar, ja, het ziet er gewoon heel droog uit. En het is echt heel irritant, want vanaf dat ik jongs af aan ben, komen mensen allemaal naar me toe. Oh meid, je moet naar de kapper, je haar is dood. Nee, mijn haar is niet dood. Dit is mijn haar. Zo ben ik geboren. En dit is het bewijs, want ik ben dus helemaal kaal geweest en mijn haar is nu pas 3 jaar oud. Ja, dank u. Maar ja, uiteraard wil ik ook dat het er gewoon wat gezonder en glanzender uitziet. En dat er gewoon overal wat meer krul zit. Dit is geen advertentie, maar ik ben gewoon wat dingen tegengekomen en op zoek gegaan. Om te kijken, nou misschien gaat dat mij helpen. Dus ik heb spul. Ik heb bepaald spul wat ik in mijn haar ga doen. En ik heb een nieuwe föhn gekocht. Ik ga eerst mijn haar gewoon even wassen en zorgen dat... Ja, alles er weer uitziet en dat die krullen. Want wat ik dus nu vooral doe, is het maar gewoon laten opdrogen. En dan blijven de krullen er eigenlijk het beste in.
Maar ik wil gewoon kijken of ik met de föhn die ik nu gekocht heb wat meer definitie kan krijgen zonder dat het er pluizig uitziet, dat het overal er mooi uitziet. Want soms denk ik, oh leuk, ziet er leuk uit aan de voorkant. En dan zie ik mezelf terug op een vlog en aan de achterkant of op een foto. En dan zit het dus zo. Het zal er nu vast ongetwijfeld hetzelfde uitzien. Dat je denkt, oké, dat is niet mooi. Ondertussen ben ik weer, ook weer helemaal terug dat mijn haren gewoon uitvallen zoals ik gewend ben. Dus niet zoals het eerst was, maar ik kan altijd een beetje zo blijven doen. En dan heb ik gewoon, ja, hele plukken haar. Maar toch is het anders als toen ik chemo had, hoor, kan ik je vertellen. Ik heb er ook geen trauma van. Maar ja, het is eigenlijk gewoon weer helemaal terug zoals ik het had. Dus als ik wegduik, dan gooi ik weer wat haar in de prullenbak. Anyway, ik heb dus een qua verzorging in mijn haar heb ik een leave-in conditioner, een curl defining cream en een silky finishing oil. En dat moet dus allemaal na elkaar tegelijkertijd erin en dan föhnen. Ik ga ook even kijken of ik het allemaal goed doe en dan, dan gaan we even zien wat het resultaat is. Mijn haar is sowieso nu, ik kom net uit bed, ik heb een aantal dagen mijn haar bovenop mijn hoofd gehad en gewoon zo laten zitten, dus dan blijft het er ook een beetje in zitten. Ik moet zeggen dat ik dat wel heel leuk vind. Dus ik ga het wel vaker doen, want ik heb nu mijn haar, ik zal het even laten zien. Doe ik dan heel hoog. Het is vrij simpel, maar ik ben blij dat het een keer gewoon leuk zit zoals ik wil. Draai ik hem eromheen, nog een keer, zodat hij op zijn strak zit. Trek ik hem doorheen, net voordat hij er als een staart doorheen gaat, trek ik hem naar de zijkant, trek ik hem naar voren. Tadaa! Nou, is toch geinig? Nou, nog een paar haartjes te lang, zo een beetje nonchalant, losgek. Dit zijn dan weer mijn babyhaartjes. Dus, nou, zo heb ik het dus de laatste tijd zitten. En dat vind ik ook wel heel erg leuk en schattig, moet ik zeggen. Maar goed, ik wil het ook gewoon leuk los kunnen dragen. Dus we gaan eens even kijken of ik het er een beetje leuk verzorgd uit kan laten zien. En zo bij jullie terug. Zo, ik ben er weer. Ja. Dit is dus mijn haar als ik uit de douche kom. Het is nog helemaal nat, maar dat schijnt te moeten voor het spul wat ik erin ga doen. Ik heb mezelf even helemaal verwend in de douche met shampoo, toner masker en toch nog een conditioner. Anders kom ik er niet goed doorheen. Het enige haar wat moet blijven zitten, zit op mijn hoofd. De rest is er allemaal af. Zo glad als een aal. Trouwens nog een voordeel van chemo, hè. Nog nooit zo glad geweest. Zo glad als een vis, maar dan zonder de geur. De laatste keer dat ik zo glad was geweest is toen ik een embryo was, denk ik. Ik had nog meer haar toen ik eruit kwam. Maar ja, dat is ook allemaal terug. Oh, ook velletjes zie ik. Lekker. Ik had er even nog een scrubje bij moeten doen. Zeker! En die zijn zijn moeder halen, dus helaas. Ik heb trouwens wat kleding van mijn moeder aan. Ja, want die doet eens in de zoveel tijd een kastopruiming. En wij zijn zo milieubewust dat de kleding gewoon van de een naar de ander gaat. Gewoon even kijken wat leuk staat bij de ander. Je ziet mijn BH er doorheen, maakt niet uit. Ik vind hem leuk. En wat een tekst, hè. Anything is possible. Nou haar, let's go. Anything is possible. We gaan ervoor. Waarom ben ik zo druk? Weet ik niet. Oh ja, trouwens. Dit kwam er nog eens uit tijdens het douchen, hè. Ja. Ranzig, hè? Waarom vinden we dat ranzig? Het zit in je haar, is niks aan het handje, maar glijdt het zo langs je reet, zo in het putje, dan vinden we het ineens vies. Met je eentje hoor, vind ik ook. Nou, weer druk genoeg gedaan. Ik ga eens eventjes kijken wat ik moet doen. Doe ik maar een beetje opdrogen, anders kan ik dadelijk weer een ander t-shirt aan doen. Oké, ik moet beginnen met de leave-in conditioner. Het haar moet goed nat zijn. En dan heb ik het net toch een beetje zitten afdrogen. Dus nu denk ik weer, moet ik het nou weer nat maken? Ben je zo rund in, hè? Echt ongelooflijk. Oké, nou, het zal wel.
Oké, een klein beetje leave-in conditioner. Kleine beetjes ben ik meestal niet zo goed in, want ik hou van lekker veel. Dan staat, je haar kan wat vettiger worden als je meer gebruikt. En dan denk ik, ja, maar mijn haar is droog. Misschien wil ik wel meer vet. Nou ja. Laten we het maar doen. En wat is weinig, hè? Ja, daar heb je het alweer. Wat is weinig? Nou. Zo doen ze dat altijd, hè? Het ruikt wel echt heel lekker, moet ik zeggen hoor. Oh, dat vind ik ook zo belangrijk. Ik koop het niet als het zo vies ruikt hoor. Dit noemen ze schijnbaar crunchen. Nou, ik crunch me een ongeluk. Let's crunch it. Oh, oh, let's crunch it. Oh, oh. Oké. Dat doe ik toch ook een beetje aan de bovenkant. Je onderarm. Ik ben eigenwijs, doe het ook een beetje boven. Ze voelt zich zo in de steek gelaten, weet je wel. Oké. Dit was de leave-in conditioner. Er staat niet dat ik even moet wachten, dus gaan we gewoon door. Dan de Curl Divining Cream. Oh, het werkt al. Ik pak gewoon dit eraf. Zo snel nog, hè? Oh, hallo. Ik vind het zo jammer dat je vaak wendt aan geuren. Dus dan heb je een lekker geurtje op gedaan. En op een gegeven moment denk je, ruik ik het nog wel? Ruiken anderen het nog wel? En we krabbelen het tegelijkertijd. Oké, maar je ziet gewoon hè, waarom is deze zo, waarom is deze bijna gewoon recht en zitten hier alle krullen? Irritant. Oké. Nou, nog even de... Oeh. Oh, dit wordt weer zo'n klierbol. Laat los. Silky Finish Oil. Klinkt goed. Dan ga ik straks ook mijn nieuwe föhn uitproberen. Nou weet ik dus natuurlijk niet of het dan dadelijk mijn haar zo goed zit door de föhn of door de producten die ik gebruik. Maar ja, de producten ruiken in ieder geval lekker, dus dat... Alleen daarom wil ik het gewoon in doen. Oké, nou, denken jullie genoeg gecrunched? Gaan we eens even kijken hoe mijn föhn werkt. Ik heb voor blauw gekozen. Ze hadden ook roze. Ik denk dat ik alleen maar voor roze kies. Nee, ook blauw. Gewoon variatie. Spannend. Knopje aan. Koud, warm. Een windmolentje. Ah, ja. Nou, daar moet wel uitkomen. Het is wel klein. Ook. Schattig. Trouwens, deze moet er wel op, hè? Dat schijnt heel belangrijk te zijn voor krullen. Nooit geweten. Pas sinds een paar jaar. Maar deze is ook wel handig. Hij is gewoon magnetisch. Niet te hard, want het is magnetisch en dat maakt je los. Nou jongens, het is wel duidelijk dat ik niet het kappersvak in had moeten gaan. Of misschien wel, had ik het een beetje geleerd. Maar ik weet niet. Ik weet nog niet echt wat ik hiervan vind. Ja, er zitten krullen in. Ja, het is nog niet helemaal zoals ik had gehoopt dat het zou zijn. Dan. Wat is dit? Waarom is het zo droog? Ik moet wel zeggen, het zit wel wat hoger. En dat vind ik dan wel weer leuk. Want als het zo plat zit, dan is de
helemaal niks. Het is... Ja, is het pluizig? Weet ik niet. Ik ga zo eens even naar het goede licht. Ik denk dat ik er gewoon nog wat silky finishing oil in doe. Misschien heeft mijn haar dat nodig. Ik doe ook wel wat. Zullen jullie tips hebben? Heel graag. Hoe krijg ik het voor elkaar zonder dat ik er weer zo'n krultang bij moet gaan halen? Ik heb geen zin in. Dan moet ik daar echt zoveel tijd aan besteden. Dat doe je als je leuk naar een feestje gaat en zo. Maar niet gewoon op een doordeweekse dag dat je er vroeg uit moet voor je werk. Misschien kind klaarmaken. Zo. Nou. Dus, ik voel me nog steeds een beetje... Die van de 70's show. Die moeder. Ik moet wat meer knijpen misschien. Misschien helpt het ook als ik er gewoon een klein make-upje op doe. Nee, make-up doet ook onderen. Oké. Nou, jongens. Wat vinden jullie ervan? Ik heb het gevoel alsof ik er geen pepernoot mee opgeschoten ben. Maar ja, daarom heb je ook de professionals. Hè? Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Zien jullie enig verschil met als ik het niet heb gedaan? Dat ik het gewoon laat opdrogen. En... Nou ja. Het ruikt in ieder geval lekker. Het is weer lekker schoon. Het is weer verzorgd. Meer kan ik er niet van maken. Dus ga niet zeggen, je moet naar de kapper, want het is dood. Nee, het is niet dood. Het is net nieuw, ja. Net nieuw haar, ja. Nou, make-up erop. Had ze flatsie. Echt, hè. Ik heb dus een nagel en die gaat een beetje half af. En gewoon... Kan je het zien? Gewoon de haren ertussen. Kan je het zien? Ik weet niet of ik het kan. Zie je dat haartje? Het zit gewoon haartje. Het zijn gewoon meerdere haren die vastzitten aan mijn nagel. Gewoon twee handen nodig om dit los te krijgen. Oké, doei. En daar is mijn schoonmoeder. Die gaat de deur lekker niet open. Doen we die even open. Dat weet ik nooit, hè. Ik hoor steeds meer dingen van mensen die proberen in te breken. Godverdomme. Ga werken voor je geld. Nee, je had jezelf vast. Hallo. Hey. Hoe was de treinreis? Toppie? Ja, eindelijk is een keer op tijd. Echt, hè? Je was lekker vroeg. Ja, want normaal gesproken moet ik altijd wachten en is er een storing, maar nu niet. Nu was alles goed. Goed begin. Terwijl de toerist nog even lekker aan het strand geniet, ben ik alvast naar huis gegaan, want ik ga koken. Zowel voor ons als voor mijn groepje. En wat gaan we vandaag maken? Ik heb een heerlijke, hele dorade. Lekker gemarineerd met sinaasappel, knoflook en een Indonesische sinaasappel gember curry. Die gaat zo meteen op de grill. En daarna ga ik hem eventjes scharen in de oven. Hoppakee. Twee kastjes. Dit gaat hem worden. Nu moeten we hetgeen nog gaan halen voor erin. Dus waarmee we de... Waarmee we de lades gaan maken. We gaan de omlijsting gaan we maken met dezelfde kleur. Want Jessie Silver wil we graag roze. Nou, dat komt er mooi uit, want dat kan mooi hierbij. En voor daarboven had ik iets gevonden, hè, schat? Wat voor materiaal had ik gevonden om als blad te gebruiken? Kunststof. Ja, eigenlijk kunststof in donkerblauw. Dus dat maakt een hele mooie combinatie, omdat we ook roze en blauw in huis hebben. En de gedachte is om dan de frontjes van de lades te gaan bestikkeren met een mooi... Ja. Zo, de andere camera er even bij gepakt voor het wat mooier beeld. We gaan sowieso door. Sowieso als jij erop staat. En je ziet ook dat ik een opvlieger heb.
We gaan door met het kastje, het bureautje van Jesse Silver. Hij moet in de grondverf. Jij hebt hem al geschuurd, als het goed is. Oeh, hij is heel erg overbelicht. Zo, daar zijn we weer. Je had ergens een klein foutje gemaakt, hè? Had je aan de voorkant de gaatjes... Nee. Dus het plankje is, was geboord op, net op de, aan de voorkant. Precies. Maar dat is dus met houtvuller weer opgevuld. En dat wordt weer geschuurd. En hopelijk zie je daar niks van. Ja. Dat is de bedoeling inderdaad. Dat is de bedoeling. Eerst in de grondverf. Ja. Ja, dan ga ik eerst niet doen. Want dat moet dus 2 uur drogen. Ja. Er staat altijd op, krimpt niet, maar het krimpt altijd, dat spul. Okay. Dus ik heb er net weer een beetje bijgevuld, dus dat moet even 2 uur drogen. Oh, van de houtvuller bedoel je? Ja, okay. En dan kan ik hem schuren en weer schilderen. Oké. Okay. Maar deze is, is wel helemaal klaar. Dat is de achterkant. Er zit dus de voorkant. Die kan in de grond verf. En dan kan ik aan de laadjes beginnen. Ja. Leuk. Ja. Ik ben zo benieuwd hoe het uiteindelijk wordt. Ja. En dan maandag het blad erop. Dinsdag toch? Of komt hij toch maandag? Dat is goed, maandag. Oké. Okay. En dan kan Jesse zijn broodje inruimen. Ja. Helemaal leuk. Ja, toch? Change of plans. Want... Slightly change of plans. Ja, we gaan... Eerst. Ja, het is onhandig om nu 2 uur om eerst dit te doen en dan te wachten 2 uur en dan dit te doen. En dan is het gewoon handig om ze tegelijk te doen. Dus ik ga gewoon beginnen met de laadjes. Ja, misschien ook handiger omdat die die hoeven misschien wel of niet in de grond verven, dat weet ik niet. Gaan we die überhaupt niet verven dan? Ja, dat is even de vraag. Hè? Ja. Maar goed, die liggen allemaal hier in de inbouwpakketjes. Ja. We hebben overal opgeschreven laden 2 voorkant, laden 2 zijkant, tot en met 7. Ja. Dus hopelijk loopt dat soepeltjes. Ja, vast wel. Het is alleen ook weer veel voorboorwerk. En dan waar liggen die andere, die kleine duveltjes. Ja, die moeten hier ook ergens liggen. Ja, want we hebben uiteindelijk voor de zijkant en achterkant voor een 12 mm gekozen. Dus die zijn wat kleiner. Ja. En de voorkanten die zijn 15. Nee, 1,8. Oh ja, hè? Dus de frontpanelen zijn 1,8. Maar hij ging toch meten en toen zei hij is het 1,5? Nee, ja, dat is die andere plaat. Oh, oké. Okay. Weer een andere plaat. Ja, die, dat was de plaat die we kregen bij een levering van iets. Oké. Okay. Wat we besteld hadden. Hm. Dat kwam eronder als, als onder op de plaat, op de pallet. Oké. Okay. Dus die hebben we uiteindelijk kunnen gebruiken. Ja. Nou, prima. Dus bouwpakketjes, ja. Ja. Nou, succes. Nou, dankjewel. Zo, kijk, de grondlaag zit erop. Hier misschien wat beter te zien. De grondlaag zit erop. De eerste lade zit in elkaar. Dit is uiteraard lade op zijn kop. Dus gestaag begint het bureautje vorm te krijgen. Strakjes in de verf. Hopelijk krijg ik nog een laadje of 2 af vanavond. Maar het is best wel... veel, ja, het is veel boorwerk even, dus dat is even uitvogelen en piliewerk. En daar heb ik ook nog niet echt de juiste schroefmachine voor. Die schrijf ik opzij. En nu ga ik even Jesse halen, want die is nog bij de benzo. En het is wel gezellig om even lekker samen te eten. Dus die ga ik ophalen. En dan eten en dan weer verder. Dus het is tijd voor de first layer of pink. En een hele goede morgen. We zijn er weer verder aan de klus. De kastjes die zijn
rollen ze nu aan de zijkant. Daar is nog even een extra laagje. En Jessie Silver is nu de kastjes in de grondverf aan het zetten, hè? Mm-hmm. Ja. Heel goed, jongen. Sergio is bezig met de volgende lade. Oh, mama. Heb je het gedaan? En we hebben iets leuks bedacht. Ja? Dan moet je het even afvegen. We hebben iets leuks bedacht voor de lade aan de voorkant. Maar dat gaan we nog niet zeggen. Nee, nee, is nog een verrassing. Wat een nou, die kan bijna in elkaar. Ja, lade 2. Ben je anderhalf dag mee bezig? Niet helemaal. Jesse Silver is zonder onze toestemming naar de tattoo shop geweest. Wow! Deed dat niet zeer dan? Nee. Nee? Dan zijn we tattoo buddies. Laat eens zien. Toch maar even wachten tot je 18e. Toe! Kijk, Jessie. Even goed kijken. Hi, lieve patatties. Welkom bij een nieuwe video. Nou, wij zaten gezellig met z'n allen op het strand. Op het strand met papa en Dion en Linda en zo. En op een gegeven moment gaat iedereen naar die ding doen. Want hij ligt daar. Daar ligt gewoon een meneer. We zien de politie. Iemand heeft het dan televisie mee. Telefoon. En gaan ze daarheen en zonder telefoon. Op een gegeven moment zien we de politie, gaan we daar achteraan. En hoort hij ons en zeggen we gewoon dat daar gewoon een noodgeval is. Maar zitten we daar nu? Ja. Ik weet niet wat de dus straks komen ze nog vertellen. Ja, we gaan het zo echt even horen, maar de zoon van Dion en Linda werkt hier en die vertelt dat er ligt daar een man. En ze roepen wel om hulp. Er is een man op het strand en het is wel serieus. Oh, daar komt een ambulance aan. Ja. Dus Sergio en Linda, want die is ook die verpleegkundige, die zijn er naartoe gerend. En toen kwam op een gegeven moment de politie voorbij en toen zijn we er achteraan gerend, hè, want die hoorden ons niet. Politie, riepen wij. En toen zijn we snel ze naar hun toe gestuurd en er is nu een ambulance staat hier. Nou, hopelijk gaat het goed. Hè? Ja. Je hebt het ook lang in de tafel staan. Dat is helemaal spannend. Spannend. Hopelijk maakt hij het goed. Oh, weet al. Komt er nog één? Dit is echt bloedserieus. Echt... Nee, we gaan er niet. Nee, waarom? We gaan er niet naartoe, want dan staan we alleen maar in de weg. Nee, ik snap dat het spannend is en interessant, maar we gaan daar niet heen. Daar helpen we niemand mee. Hopelijk komt het goed. Ja, de brigade. De reddingsbrigade. Iedereen wordt opgetrommeld. Dus gisteravond even uit eten. Die avond is even wat anders verlopen. Eerst de hulp verleend. Goedemiddag inmiddels. Wij zitten in de auto richting Tilburg. Want Sergio's en nichtjes zijn jarig. Dus daar gaan we gezellig naartoe. Maar we wilden jullie nog even updaten over wat er nou gisteren precies aan de hand was. We kunnen wel zeggen dat Sergio en Linda iemands leven gered hebben. Denk ik wel, ja. Dus we zaten aan het strand. En Ryan, de zoon van Linda en Dion, die werkt daar. En die zei, ja, er ligt een man op het strand. Maar het is me niet helemaal duidelijk hoe en wat. En daarna kwam hij toch nog maar een keertje. Hè? En dat hij zei van, ja...
volgens mij hebben ze toch wel iemand nodig. Ja, of heeft hij toch iemand nodig? En die andere ook toch, die daar werkte. Ja. Ze kwamen allebei een soort van terug. Van ja. We weten niet wat we, ja, wat we daarmee moeten, zeg maar. Dus Linda en Sergio die sprongen op en die zijn er naartoe gerend. Richting de branding van de zee. Want ja, hij lag bij de branding toch? Nee, dat was voor ons ook maar even uitzoeken, want ja, wij hoorden gewoon, er ligt een landdok. Dus eigenlijk renden wij gewoon het strand op en richting, richting de zee. Richting de zee. Nou, op zoek naar waarschijnlijk hoopjes mensen of zo, denk je dan toch? Een beetje op de consternatie. En die was er eigenlijk niet. En hoe verder we liepen, kwamen we dus aan bij de branding. En daar waren eigenlijk voor ons twee groepjes. Links was een groepje ja, gasten die waren aan het drinken. En rechts was er iets op de grond gaande. Maar ik dacht gewoon dat het een stelletje was, weet je wel. Die gewoon aan het knuffelen waren. En nou, dus toen dacht ik nog van, nou, dan loop ik naar het drukste groepje. En toen, dat was het ook niet. En toen keek ik dus daar en daar lag dus een man op de grond. En nou, die lag eigenlijk face down. Dus half met zijn gezicht in het zand. En ja, dus wij kwamen aan met z'n tweeën en was gelijk, oké, dit is echt fout. Wat, hoe zag hij eruit? Wat trof je aan? Het was een beetje een minder gespierde man als die van Maya Moana. Weet die gozer? Ja, van Maui? Ja, Maui. Hij had zo'n elastiekje in zijn baard en een beetje lang haar en... pootige kerel. En die lag dus met zijn gezicht in het zand. Een beetje schuimbekkend. Blauw, wit, grauw. Onwijs koud. En volledig buiten bewustzijn. En nou, dus toen hebben we keken een beetje om ons heen. Gevraagd, is er al gebeld? Nou, op een gegeven moment kwamen er dus een paar van die zuipende gasten naar ons toe van ja, dus volgens mij een vriend, ik weet het niet helemaal zeker. Ze wisten er in ieder geval van. En een van hun zei van, ja, zijn vriendin die vertelt net dat hij ook drugs op heeft. En was dus gaan zwemmen, had ruim een halve liter vodka op. En is uit het water gekomen en ja, eigenlijk een soort van half in de branding in elkaar gezakt. Buiten bewustzijn geraakt en nou ja, zwaar onderkoeld, dat was echt ijskoud. Bijna geen hartslag, hè? We hebben hem op de zijkant gelegd, inderdaad. En toen zijn we de pols gaan voelen. Die was heel zwak, onregelmatig. En heel moeilijk te voelen. Het leek alsof hij altijd wegviel, die hartslag. En ik dacht van, oké, die moeten we echt heel snel ambulance bij hebben. Dus al hulpverlenend heeft Linda, die is dus verpleegster, wel echt de vitale functies onderzocht. Gevoeld en 112 gebeld en ik heb aan omstanders, ik zat in zijn rug, zijligging gelegd, één been omhoog en snel om dekens gevraagd en na een minuut of 10 kreeg hij een beetje kleur. Was de politie dat toen al? Ik weet het niet, ik zeg 10, maar ik heb geen idee, tijdsbesef is vrij lastig. Jullie zijn lang weg geweest hoor. Want Ryan, ik kon ook vertellen, ja, ze waren al naar de politie gelopen daar. En die hebben zo'n kiosk, noem maar even. Ja, die beide posten, die waren onbemand. En die waren onbemand. Ja. En ik was met Jesse Silver achtergebleven, want ik denk, ja, ik weet niet wat we daar gaan aantreffen. En dat hoeven we niet te zien en we kunnen meneer daar niet mee helpen. En op een gegeven moment zie ik op het dode akkertje twee politieagenten voorbij fietsen. Dus ik sleur Jesse mee en ik ren erachteruit. Ik zeg, politie. En later zeiden die mensen die daar zaten, die dachten, ja, wij dachten, die wil gewoon haar kind met de politie op de foto laten gaan of zo.
Maar ze hoorden me dus niet. Dus ik doorrennen, ik harde politie, politie. Nou, toen kwam, want ik rende langs Jimmy, die daar ook zat, een van onze buren, toevallig. En die rende dus achter me aan, voorbij mij, om mee te helpen roepen. Toen stopte ze. Ik zeg, er ligt daar een man bij de branding. Dat gaat echt niet goed, jullie moeten erheen. En toen zijn zij dus uiteindelijk naar jou, naar jullie toegegaan. Ja. Wel vrij relaxed. En terwijl ik dacht van, gooi die fiets weg, ren er naartoe. Nee, dat was echt een beetje van vrij kalm. Maar ja, dat is misschien ook beroepsprofessie. En ja, dat is wel hoe je de rust bewaart inderdaad. Ja. Oké, okay. Nee, dat stukje wist ik. Ja, ik wist wel dat jij ze hebt aangehouden, maar niet dat je er echt achteraan moest en dat ook Jimmy opgesteld was. En zo. Ja, ja, ik stuur Jesse met zijn pijnlijke voetje erachteraan hinkend. Hè, Jess? Ik rende niet, ik hinkelde. Ja, je hinkelde. Nou ja, in die tussentijd dus, want voordat de politie kwam, was die. Ik heb hem flink wat pijnprikkels gegeven. Nou, dat doe je op verschillende plekken, zo hier en in de nek en onder de oksels. Oogballen induwen, dat soort dingen. Echt bij de markt gesproken. Oogballen indrukken. Ja. Ja, dat is namelijk niet zo fijn als iemand dat doet. Nee. Maar hij reageerde echt helemaal nergens op. Nou, toen we dus, ik denk een minuut of 10 opgewarmd hebben, flink gevreven zo, met die dekens en zo, begon hij wat te braken. Ja, dat lijkt mij, dat was voor ons een positief signaal. Dat hij in ieder geval leefde. Dat nog zelf kon inderdaad, die reflex had. En denk je dat het zeewater was of denk je dat het zijn alcohol was wat omhoog kwam? Of allebei? Het was vrij helder. Ik denk zeewater, maar er zat ook wat vleesachtig structuur bij. Okay. Leek op ham. Dus misschien had hij ook wat gegeten. Ja. Dat kan ook, hè, want als je zwaar eet, of nou ja, laat zeggen, je hebt een broodje op of twee en je gaat dan het water in. Gelijk zwemmen. Kan je ook een maagkantering krijgen. Ja. Dus dat in combinatie met drank en drugs, I don't know, het was echt een foute boel. Ja. Het gebeurt heel veel, hè, drank en drugs, maar eigenlijk moet je dat echt absoluut niet doen, toch? Nee. Je moet niet en alcohol en drugs, maar ja, het gaat vaak heel... Dat gaat gewoon bijna hand in hand, heb ik het idee. Vaak dat wel, mensen... inderdaad. Uitgevallen. Is je laptop te leeg? Oké, ik zal hem zo in de lader doen, ja? En, okay. Toen kwam er nog een andere politie van de andere kant inmiddels met een AED. Die hebben we aangesloten. Er waren ook nog twee, want er was een vrijgezellenfeest aan de gang. Niet ver er vandaan. Van wat dames van het ziekenhuis. Nou, dus die hebben ook een beetje geassisteerd. Die kwam in met dat oogbal indrukken en zo. Nou, politie erbij, die had de AED. Dus we hebben de AED aangesloten. Ambulance kwam eraan. Nou ja, die AED doet in principe niks als er, geen circulatie, stilstand is. Dus, wederom, aan de telefoon zeiden ze van de 112 nog van oké, okay, heb je hem op zijn zij, ja, dat heb ik, leg hem even op zijn rug, dan kun je kijken naar zijn buikademhaling en zo, blijkbaar. Zo dan ook weer functies gecontroleerd, die terug op zijn zij en toen kwam inderdaad de ambulance. Ik wist helemaal niet dat de AED niks doet als er wel een hartslag is. Ja. Want ik zou dus ook zo hebben van, ja, wat moet ik in godsnaam doen? En wanneer gebruik je dat dan? Maar eigenlijk kan je dus zeggen, ik gebruik het altijd. Ja. Want hij doet het toch niet, ja, als het gewoon goed is. Ja. Ah. Bij twijfel gewoon aansluiten. Ja. En als het niet nodig is, dan dient hij geen schok toe. Nee. Hij zegt dan wel reanimatie indien nodig. Want ik hoorde nog reanimatie onder 30, dit en dat. Dus toen zei ik dat tegen die ambulancebroeder en die zei ook van ja, nee, maar dat is indien nodig. Dat hoorde ik dan niet. En in de stress, zeg maar, wist ik even niet van oké, okay, gaan we dat nou doen? Word ik nou goed? Maar wat ik ook nog bij wil zeggen, vond ik ook wel best wel een compliment voor mij en Linda. Dus dat op het moment dat dus die eerste twee politieagenten aankwamen, hebben zij niks overgenomen.
Ze hadden echt zoiets van, oké, er is rust, er is kalmte, er stonden best wat mensen om ons heen. Ik hoorde ook van, er wordt gefilmd. Ik begreep dat de man van Linda inmiddels nu geen ruzie kreeg gelukkig, maar wel dat er een middelvinger en hier en daar wat gevloek om ons heen plaatsvond. Wat ik dan totaal niet begrijp, om te proberen die jongen helemaal te helpen. En wat is er in hemelsnaam? Waar is de plaats voor agressie in dit verhaal? Echt, begrijp ik niet. Maar het is ook gewoon heel bizar dat het groepje mannen, wat in ieder geval deed lijken dat zijn vrienden zouden zijn, of op zijn minst kennissen, dat die gewoon totaal geen blijk van stress lieten merken, geen hulp in die zin. Nee, gewoon even verder gingen met een drankje drinken. Terwijl die gozer naast je bijna dood is. Nou ja, als er niks gedaan was, dan had hij het niet gered. Dan was hij gewoon onderkoeld geraakt. Ja. Terwijl was onderkoeld, maar dan was hij in shock gegaan waarschijnlijk. En dan was het dan, denk ik, een hartstilstand of zo. Het was een heel jonge gozer van 31. Maar zijn vriendin die deed ook niks. Ja, die bleef er wel bij. Maar ja, wat moet hij doen? Ja. Wel vreemd dat die niet al 112 had gebeld of zo. Ja, ik denk dat je toch op een bepaald moment niet goed kan inschatten hoe ernstig iets is. Nee, inderdaad. Zeg maar dat je denkt, ja, jezus, weet je wel, hij heeft alcohol op, hij heeft drugs op. Nou, hij zou wel gewoon flauw gevallen zijn. Ja. He, dat voelt dan toch anders dan dat iemand gewoon echt nokkie gaat en levensgevaar. Want ze denken, ja, hij is zelf uit het water gekomen. Gewoon niet bij nagedacht, denk ik, dat zo iemand onderkoeld kan raken, water binnen heeft gekregen. Nee. Heftig. Nou, en toen hebben we hem samen met de ambulance en de reddingsbrigade op een deken gelegd, opgetild op de brancard. En toen was het voor ons in principe klaar. Ja. Was het even goed jullie armen en zo wassen? Ja, dat doe je altijd natuurlijk. Ja. En zoiets, je weet nooit. Vanwege het braaksel en zo. Ja. Ja, dus dat was even een andere wending van onze spontane uitje naar het strand om lekker wat te eten met Dion en Linda. En ik zei nog, ik zeg, wij hebben wat hoor, met het strand. Ja. Nu dit, vorige keer ik met die man die zijn kindje kwijt was en die gewoon voor mijn neus neervalt. En dat ik ook de politie heb moeten bellen en erbij gebleven en weet ik het allemaal. Met mij erbij. Ja, maar jij was toen bij opa en oma verder weg. Maar toen heb ik jou ook goed aangesproken, hè, Jesse Silver. Want het ging erom dat hij zijn kindje kwijt was, hè? Ja. Dat we altijd zeiden, altijd bij ons blijven. Altijd in het zicht blijven. Ja. Nooit weglopen. Ja. En dan gaan jullie weer instorten. Ja, nou zeker. Dat is ieder ouder zijn nachtmerrie. Ja, ik ben er wel benieuwd hoe het met hem gaat natuurlijk. Ja, dat is dan een soort van jammer. Hè, ja, dat ik heb je niet eens Facebook gevraagd of zo. Nee, maar ze hebben wel jullie nummer opgeschreven. Ja, en eigenlijk zou je toch verwachten dat je gewoon even uit fatsoen een berichtje krijgt van joh, goed gedaan. Of je hebt goed gedaan, hoe gaat het met jou ten eerste? En maar ook gewoon even een update van heeft hij het overleefd of... Ja, maar de politie kleine weet het zelf heel vaak niet eens. Hè. Nee. Niet dat de politie elke slachtoffer na gaat bellen. Nee. Ik ga ervan uit dat ze maag is leeggepompt en dat hij even goed is opgewarmd. Ja. En dat het wel weer goed komt. Ja. Waren jullie ook kwijt?
Londen inderdaad. Ja. Toen was jij ineens een hele andere verdieping opgelopen. Toen we zeiden, wacht even, dan konden we jou niet meer vinden. Ja, dat was ook even lichte paniek. Terwijl je toch ook wel weet van, hij kan niet echt weg zijn, maar ondertussen kan je hem nergens vinden. Naar boven. Dat je dus. Want toen zei je die nog: mami, mami. Die is in de office. En toen gingen we dus naar een verdieping waar kinderen eigenlijk niet. Code Blue in die office. Code Blue in the office, ja, maar tegen mij. Riepen ze mom and dad, mom and dad. Oh. Die gozer, ja. Ja. Mom and dad, mom and dad, kom. Ze de lift in. Ja. In plaats van recht de zaal in was die gewoon een trap omhoog gegaan. En toen stond hij ineens in de kant. Ik zag allemaal verdiepingen die waar ik dus niet heen wilde. Nee. En nee. Ja, toch ging je erheen. Ja. Nee. We kregen een hartverzakking. Daar ging ik niet heen. Dus, maar goed. Nieuwe dag. Ja. Het zonnetje schijnt weer. Het is prachtig weer. Ja. Dit is mijn klimaat gewoon. Dit is echt. Morgen ook nog. Ja, het blijft gewoon goed. Ja, lekker. Maar, helaas. Morgen. Geen vrij meer. Morgen is de vakantie voor ons voorbij. Voor Jesse Silver nog niet. Joepie. Maar wij moeten gewoon weer aan de slag. Helaas. Ja. Het blijf toch niet morgen alleen? Wat zeg je, schat? Ik blijf toch niet morgen alleen? Jij gaat gewoon naar de BSO. Nou. Ja. Ook voor mij niet vrij. Wel weer nieuwe leuke dingen op de agenda. Ik moet vandaag ook nog even te bellen voor dat optreden. Registreren. Ja. Ondertussen zijn we druk bezig met Jesse Silver zijn bureau. Wat ook niet zonder, zonder foutjes gaat. Want het is iets te strak opgemeten waarschijnlijk. Waardoor zijn laadjes klemmen een beetje. Ja. Dus er moet toch nog hier en daar even wat afgeschuurd worden, et cetera. Ja. Maar goed, dat komt goed. En morgen komt het blad al. Ja. Dus dat is ook wel, want dan maakt het ook wel een stuk meer af, hè? Ja, zeker. En dan kunnen we gaan inruimen. En ja, we moeten eerst nog alles verven natuurlijk. En dan gaan we de laadjes leuke invulling geven. Versieren. Schiet maar wel een eerste binnen. Ja. Dat wij waarschijnlijk wel nog een houten blad eerst op moeten leggen en daar dat blad op. Ja? Dat denk ik wel. Schiet me nou een eerste binnen. Dan denk ik, ja, want dat blad is volgens mij 6 mm dik. Dus dan kan hij daar niet op leunen. We kunnen het niet optillen. Oké. Okay. Hikkie. Hey, ben je vandaag vrij of zo? Ja. Laatste dag, hè? Of laatste dag? Laatste week, wou ik zeggen. Ja. Volgende week weer in school. Nee? Ja. Groep? 2! Yeah! Groep 2, zomervakantie is bijna voorbij. Maar ik vind het wel jammer, want dan kan ik niet meer met Filou spelen. Oh ja. Het was je vriendinnetje in de klas, hè? Ja. Ja. Dan kon ik haar nooit meer zien. Ja, wel, toch wel. Niet nooit. Nooit is zo definitief. Hè?
Ze zit nog steeds bij jou op school. Ze zit alleen niet meer bij jou in de klas. Oh ja. Dus, het is vandaag woensdag. Wat gaan we doen? Even? Naar de supermarkt. Ja, inderdaad. Even boodschappen doen. Ga jij blootvoets? Nee. Ga jij even boven je slippers pakken? Dan kunnen we gaan. Even boodschapje doen. En vandaag komen ze de barbecue brengen. Yay! Yay! Maar het is absoluut geen barbecue weer. Nou zeg. Maar nu regent het nog. Maar het zou misschien ophouden met regenen. Dus we kijken het nog even aan. We gaan naar de supermarkt halen. Een lekker stukje vlees. Helemaal dikke duim omhoog. En voor het geval dat we nog niet gezegd hebben. Wat moeten de mensen thuis doen? Abonneren. Juist. Een knopje en daar moet je op drukken en dan heb je geabonneerd. Geabonneerd, inderdaad. Hartstikke leuk als je dat vooral even doet. En dan gaan we nu boodschappen doen. Let's go. Ga je schoenen halen. Ga je schoenen halen. Go, 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 go. Oh, donker, 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 donker. Hij is er, hij is er, hij is er, hij is er. Nee, ik moet zeggen, ze zijn er, ze zijn er, ze zijn er. Ze zijn. Oh, dat is een anticlimax. Hij is op slot. Heb ik. Ja, ik heb ze dus bij me. Ze zijn er, ze zijn er. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 8, 12. Woehoe! De barbecue table en de kamado. Nou, heb ik de hele tijd zitten wachten. En wachten en wachten. En toen was ik aan het koken en toen ineens kreeg ik een belletje van Jessie. En die nam vervolgens weer niet meer op. En dat was alleen naar de speeltuin. En dat doen we niet heel vaak, maar ja, het is hier om de hoek. Je moet ook een beetje loslaten en vertrouwen geven en zo. Maar hij nam ze niet meer op. Dus ik in de speeltuin, zie ik daar zijn step liggen. Zonder Jessie. Hartslag omhoog. Ik Jessie bellen, geen reactie. Ik Jessie 4 bellen, geen reactie. Kindjes vragen, hebben jullie Jessie gezien? De meesten kennen hem wel. Jessie is berucht, bekend. Bekend en berucht. Nee, weten we niet. Ja, ik heb hem net wel zien lopen. Hij ging die kant op. Ik belt hij terug. Ja, had jij mij gebeld? Ik zei, nee, je had mij gebeld. En je step ligt hier in de speeltuin. En je zou naar huis komen als je ergens anders toe ging. Om te vertellen dat je ergens anders toe ging. Oh. Ik zei, ja, daar ben ik niet blij mee. Weet je wat hij zegt? Ik vergeef je. Nou, je gaat toch helemaal kapot van het... Ja, weet ik eigenlijk niet. Moet ik nou lachen of boos zijn? Nou, ik zie er nu de humor wel van in. Hij was in de buurt gelukkig. Maar je hart slaat toch wel eventjes over. Terug naar de barbecue. Nu ben ik dus niet thuis geweest. En nu staan ze hier. Nu moet het nog naar achter. Dus dat gaan we eventjes regelen. Ik weet nog niet hoe. Maar dat komt vast goed. Shit, hij is gevallen. Nee, oh, grapje. Ik heb hem even op zijn zij gelegd. En dit zijn allemaal onderdelen van het onderstel en de zijplankjes. Dus ik ga nu eventjes alles in elkaar zetten. En met een beetje geluk zo meteen al aansteken. Maar ik weet niet of dat al gaat lukken. Zo, hij staat deels in elkaar. Maar hij staat nu nog eventjes onder de droogkap. Verrassing voor jullie, hoe die er uiteindelijk uit gaat zien. Maar het is gaan regenen. Dus kan ik mooi verder met koken. Jessie is even lekker ergens aan het spelen. Daarachter. Dus het staat allemaal droog. Het was wel eventjes een dingetje. En er zitten zoveel roosters bij en dergelijke. Ik even nog niet weten wat de volgorde is. Oei. Maar dat komt later wel. Zo, hey. Schoon houden. Hij staat er mooi bij. Ja, je zou denken dat ik aan het roken ben, maar dat is niet zo. Ja, tenminste. Zo. Hij rookt wel. Zo. Rooksignalen. Sorry, buurtjes. Je bekijkt nu de temperatuur. Ja.
Het eerste portie vlees ligt er. Kippen, hè? Daartjes. Kippendaartjes. Even kijken of ze net zo lekker zijn als altijd. Op de nieuwe barbecue. Ja, dat zou het zijn als het nou niet tevreden is. Ja. Ik hoor een aan de andere kant van de tafel. Oh. Ja? Ja. Niet normaal. Oh ja. Ja, dat is barbecue. Zo. Heel lekker. Heel sappig. Zacht. En gaar. En gaar. Ja, klinkt een beetje jouw schat. Sappig en gaar. Maal sappig en gaar. Ja. Heerlijk. Nee, hij is echt heel lekker. Zo. Nou. We hebben van genieten. We zijn even onze tafel aan het uitproberen. We gaan van de Kamado door naar de tafelhaard / barbecue. Nu is het tijd om lekker te relaxen. Even een theetje. Een theetje erbij. Lekker blokjes hout. En zou je dus nu ook er een vleesje op kunnen zetten, leggen in principe? Ja, in principe wel. Dit is nog niet echt warm genoeg, denk ik, voor echt te bakken. Omdat ik nu een beetje hout aan het stoken ben. Normaal gesproken gooi je er een zak houtskool in met wat wokkels. En als je die aansteekt, als die lekker warm zijn, gooi je er nog wat brieken bovenop. Want die gloeien veel langer. Ja, dan kun je wel even goed... Gezellig zo. Ja. Ja, dan is het in principe zo de bedoeling. Even kijken, dat niet helemaal. Zo. Hatse flats. Super gezellig zo. Hè? Je zit wel een beetje ver weg, maar oké. En dan gewoon zo aan het water. Moet je meekijken. Nou. Wordt steeds gezelliger. Zal ik je zien, zo in die overkapping en dan hier die loungebank. Dan zit je wel echt wel. Dan moet de tafel wel iets meer naar voren nog. Wat verder weg. Ja. Ja. Maar dat is niet erg. Nou ja, tegen die tijd hebben we ook al dit half natte verlijmde hout opgestookt. Dan gaan we gewoon voor mooie echt aardhout, zeg maar, van die blokjes. Ja. Moeten we dan in zo'n kast zetten, zeg maar, soort van. Ja, in zo'n muur zo opgestapeld. Ja, precies, maar dan inderdaad zo opgestapeld. Ja, dat is mooi. Ja. Nou, ideeën genoeg, geld te weinig. Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Kapot. We liggen te relaxen na een lekker avondje. Buiten met ons open haardje. Fire bathing noem ik het. Fire bathing. Ja. Yeah. I was bathing in the lights of fire. Ah, oké. Ik ben er gaan naglowen. Naglowen. Yes. Het was wel echt super relaxed. Ja. Yeah. We hebben hem nu dus gewoon even gebruikt als lekker open haardje. Gewoon lekker buiten. De vogeltjes nog op de achtergrond. Wat blubjes naast me in het vogeltjes. Water. Ik zag vleermuizen. Oh ja? Zag jij vleermuizen? Oh. Heb ik even gemist. Volgende keer waarschuw je me even. Oké. Okay. Maar hij kan dus ook gebruikt worden als grill. Ja, dat gaan we volgende week maar even uitproberen. Ja. Wil ik er groentjes snijden en vleesjes halen. Ja. En dan onze vriendjes uitnodigen. Ja. Wordt het nog een beetje mooi weer? Als het goed is. Ik heb afgesproken dat het tot met november Indian Summer zou worden. Oh, dat heb je afgesproken. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zag ons al helemaal liggen zo op een beetje een soort van loungebankje. Ja. Zo bij de fire. Open haard. I set fire to the rain. Ja, dat is ook al... Over 2 weken. Ja, we gaan naar Adele. Met Luca. Luca, ja. Luca, ja. Ja, ik heb een München, ja. Ja, ja.
Dus, en nou ja, dat kippertje was echt weer super lekker. Dus je hebt al gelijk een goede start gemaakt met je, ja, met je kamado. Ja. Had dan nog net wat langer opgemogen. Ja, vond je? Ja, ietsjes. Al zo gaar. Oh, zeker gaar. Ik ben ook gaar. Ja, ik ben ook gaar. Nou, het was wel weer een beetje een spannende vlog. Spannende dingen, leuke dingen. Variatie genoeg, denk ik. Nou, we maken wat mee in ons leven. Hè? Het is toch wat. Echt niet te geloven. Nou, hopelijk vonden jullie het ook weer een leuke video. Ja. Doe dan even een duimpje omhoog, hè. En vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. Dat is eigenlijk belangrijker. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, maar doe dan maar eerst. Doe maar eerst even abonneren. Eerst abonneren. Als je dat nog niet gedaan hebt. Want wij hebben al heel veel lieve, leuke, trouwe kijkers. En daar horen we natuurlijk ook weer graag van onder onze video. Ja, zo is het. Zo is het, hè. Maar zo is het echt, hè. Zo is het. Zo is het. Slaap lekker. Dank je. En heel graag tot de volgende video. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao.